We hebben verleden week hebben we gesproken over, de laatste paar weken gesproken over onderwerpen die heel erg belangrijk voor ons zijn. En ik wil daarmee doorgaan de komende weken. Ik wil niet dat jullie denken dat ik alleen maar aan het aanmanen ben of terechtwijzen. Dat is niet de bedoeling. Wat ik eigenlijk wil doen is jullie bemoedigen en jullie sterken en jullie ook bewapenen. Want onze tijd is kort en dat zie je ook, hè. Je weet nooit wanneer het gebeurt. Meneer rijdt met zijn fiets op de straat en hij wordt aangereden naar zijn einde. Je weet nooit hoe het gebeurt. Maar ik zou zeggen, wat voor ons belangrijk is, is hoe wij hier in dit leven staan. En hoe wij staan als gemeente. En ik wil daarom praten over vandaag. En ik denk niet dat ik het afkreeg vandaag, dus ik ga het in twee delen moeten doen. Eén in de liefde. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik ook echt aanmoedigen. Dus ik zal dat elke week weer doen. Is echt om naar de bidstonden te komen. Want we moeten echt bidden. Okay? Iemand heeft eens gezegd, je kan meer doen dan bidden nadat je hebt gebeden. Maar je kan niet meer doen dan bidden totdat je hebt gebeden. We moeten bidden. En ook de huisgroepen, we doen daar heel veel. En we gaan daar ook veel meer doen. Daar kan je op een intiemere manier echt met elkaar omgaan en praten over de dingen van de Heer. En daar is het ook makkelijk om gehoord te worden. De Bijbelstudies. Ja, we hebben een gemeente die alles heeft. Dus probeer zoveel mogelijk dingen te doen. En daar willen we ook graag dat jullie ook naartoe komen. En ik heb ook één dag per week heb ik vrijgenomen of gezet. Om echt als mensen nodig hebben dat we thuis komen. Dan gaan Winnie en ik samen op bezoek bij de mensen. Dat doen we elke vrijdag. Maar goed. Ja, maar jullie weten ook dat als jullie ons nodig hebben. Dan zijn we er gewoon. Maakt niet uit wanneer dat is. Ik wil graag een gemeente hebben waar wij, als je ziet in de gemeente van het Oude Testament, was er altijd een herder herders die verantwoordelijk waren voor de gemeente. En zo zien wij dat ook hier. Jullie weten allemaal natuurlijk wie dat zijn. We hebben onze Winnie, Jacqueline, onze Cor, John en uiteraard, wat sommige mensen niet weten, onze Hannes. Alle organisatie ligt bij Hannes. Ja, het zijn echt gezegende mensen waarmee ik samen mag werken. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel blij met jullie. En ik bid ook heel veel voor jullie. En ik vind dat we ook echt veel meer voor elkaar moeten bidden. En daarom wil ik meer praten over vandaag over één in de liefde. Wat dat eigenlijk inhoudt. Laten we even bidden. Heer Jezus, ik bid vanmorgen dat wij u beter mogen leren kennen. Dat wij mogen weten, Vader God, er is maar één God. En dat bent u, de schepper van hemel en aarde. U bent onze schepper, u bent onze herder, u bent onze God, u bent onze leermeester. En ik bid, Vader God, dat dit dieper en dieper tot ons mag doordringen. Zelfs al die dingen die op ons afkomen van het werk, van het leven, van thuis, dat wij dichter naar u mogen groeien. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik zal ook een beetje luider proberen te praten. Goed, we gaan samen naar wat teksten kijken. Als je goed merkt in de Bijbel, ik praat over één en in liefde. Maar ik ga praten ten eerste over één zijn. Sorry, ik wil eerst praten over één zijn en dan gaan we praten over de liefde en dan gaan we praten over één in de liefde. Dus we gaan het allemaal netjes in een pakketje zetten. Als je goed naar Gods woord kijkt, wordt er ontzettend veel gesproken over één. Hebben jullie dat gemerkt? Deuteronomium 6 vers 4, okay, dat heet in het Hebreeuws de Shema. Okay? Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dat is wat er staat. En dat is wat het Joodse geloof in principe omheen draait. Het betekent letterlijk, hoor o Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Draait weer, de Heer is één. Ik ga daar later ook veel meer over zeggen. Ja, natuurlijk zien we direct vanaf het begin en God schiep de hemel en de aarde en staat in de geest van God. Maar God is één. God wil dat zijn volk wist dat God is één. Dan hebben we, als we kijken naar Genesis hoofdstuk 2, doet God daar weer hetzelfde. Toen God, hij staat in de Bijbel in hoofdstuk 1 staat er, staat en hij schiep Adam, hoofdstuk 1, vers 26. God zei, laat ons mens maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen enzovoort. En in vers 27 staat, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende hen en zeide tot hen, wees vruchtbaar. Okay? Maar als je goed kijkt naar de Bijbel, heeft hij pas later geschapen. Maar als je kijkt naar hoofdstuk 5 eventjes, staat er ook weer hier. Dit is geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen. Hij zegende hen en hij noemde hen Adam. Ten dagen dat zij geschapen werden.
Je begrijpt het, toen God Adam schiep, was er Eva bestond toen al. Okay? Wat God gedaan heeft natuurlijk, en zo kijken, goed kijken naar Gods woord. Hij heeft niet een aparte vrouw gemaakt. Hij heeft het uit de zij van die vrouw gehaald. En dat merk je, want ze waren in één. Ze waren in één lichaam. God is één. Zij waren één. Iemand heeft eens gezegd, God heeft alle volmaaktheden. Hij beperkt zich niet alleen tot het mannelijk. God is niet alleen mannelijk, hij is ook vrouwelijk. Vandaar dat toen hij Adam en Eva schiep, ze in één lichaam waren. Dat heel logisch. Trouwens, je kan het biologisch ook bewijzen. Want vrouwen hebben XX-chromosomen, mannen hebben XY. We hebben ook vrouwelijke chromosomen. Maar mannen en vrouwen hebben dat geen mannelijke chromosomen. Zie je, het wordt ook door de natuur bewezen. Maar hij staat hier en hij zegt, hij heeft een hulp toegemaakt. Vers 21 hoofdstuk 2 van Genesis. Hij liet hem in het diepe slaap vallen. En toen bouwde hij uit de zij die hij is, rib of de zij die hij van de mens nam, tot een vrouw. En hij bracht het tot de mans. En toen zeide de mens, dus Adam zeide vers 23, dit is nou eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Zij zal manin heten, want zij is uit de man genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen, zie je, daar komt het woord weer, tot één vlees zijn. Want ze waren dat al. Hij zegt manin, ze hebben het hier vertaald als manin. Het Hebreeuwse woord voor man is ish. En hij heeft het gewoon letterlijk gezegd manin, dus isha. Dus het a-einde in Hebreeuws is vrouwelijk einde. Nederlands heeft niet zoveel meer daarvan, Engels bijna helemaal niet meer. Vroeger wel, maar je hebt vijand, vijandin, vriend, vriendin, die soort dingen toch? Met Engels heb je geen, zeg je friend en girlfriend, zeg je hem aan te geven, maar je hebt dat niet meer, dat had je vroeger wel. Maar hier geeft hij aan, het is eigenlijk een man, een vrouwelijke man zullen we letterlijk zeggen. En als we verder gaan, dus zo zie je wat God zegt, zie je God zelf is één, God de Vader, God de Zoon, de Heilige Geest. Man en vrouw zijn één, ja? En als je verder gaat, ook in de Bijbel, staat er ook letterlijk dat de vrouw, man is het hoofd van de vrouw, maar Christus is het hoofd van de man. Zie je, daar is ook weer een eenheid. Zie je dat? Johannes hoofdstuk 17. Als je over eenheden praat. En hij zegt hier in Johannes 17. Johannes 17, ik lees vanaf vers 20. Dit is het hoge priesterlijk gebed. En Jezus zei, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen, zie je, daar is het woord weer, Eén zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, opdat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, en dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt, en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Maar zie, hij zegt hier in vers 24, maar ik wil dat waar ik ben, zij ook bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat kunnen we nou zeggen van zuster Kessler en van Yvonne, die aanschouwen die heerlijkheid nou. Maar zie wat hij hier zegt in vers 22, hij zegt, ik wil dat zij één zijn gelijk wij één zijn. En dit is een tamelijk interessant punt. We vragen ons af waarom, als je goed kijkt naar kerken, ze hebben een spreekwoord, hè? Als je één persoon hebt en die zijn bekeerd, heb je een bekeerling. Als je twee christenen hebt, heb je een kerk. Als je drie christenen hebt, heb je een scheiding. Dat is een spreekwoordelijk binnen de christelijke evangelische gemeente. Wat heel erg slecht is natuurlijk van het standpunt uit. De vijand weet dat, hoe sterker je bent, toch? Ken je dat ding van de 60e jaren? Divided we stand, united we stand, divided we fall. Verenigd staan wij, verdeeld vallen wij uit elkaar. En dat is wat hij hierover praat. Dat de kracht binnen het lichaam van Christus bestaat uit eenheid. Zolang wij één zijn, zijn we ontzettend sterk. Nou, als je hier kijkt wat er staat, zegt hij, dat is een heel belangrijke tekst. Vers 22, en de heerlijkheid die mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn gelijk wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, zie je? Opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt. Hoe weet de wereld dat God Jezus gezonden heeft? Doordat wij één zijn, zie je? Niets kan ons uit elkaar halen. Maar daarom ziet de wereld Jezus niet als gezonden door de Vader. Waarom niet? Omdat zoveel verschillende christelijke stromingen zijn. Die wil gelijk hebben en die wil gelijk hebben en die wil gelijk hebben. En niemand wil kijken en zeggen van, maar wat zegt Gods woord daarover? Er zijn een heleboel christenen die Gods woord niet zien als de laatste en enige autoriteit. En daar ligt het probleem. En dat is onze waarschuwing van vandaag.
Gods woord is de laatste autoriteit. Ik heb er verder niets over te zeggen. Maakt niet uit. Hij heeft het laatste woord. En eerlijk gezegd, hij heeft het enige woord. Trouwens, hij is het enige woord. Kijk ook naar 1 Korintiërs, hoofdstuk 6. Ik heb het vaker gezegd, de Bijbel is heel duidelijk over wat Gods wil is voor ons leven. Het is gewoon een handboek. Het vertelt ons wat God van ons wil en wat hij van ons verwacht. Maar hij vertelt ons ook wat wij van hem kunnen verwachten. Maar bovenal vertelt het ons wat hij van ons denkt. 1 Korintiërs 6 vers 14 tot en met 17 lezen. God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Ik heb die tekst er netjes bijgezet voor onze zuster Kessler. God heeft niet de Here opgewekt, maar zal ons ook opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zie je? We zijn één met hem, toch? Zal ik dan leden aan Christus wegnemen om er leden een hoer van te maken? Volstrekt niet. Of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is. Dus je moet niet vergeten, de Corinthiërs kwamen uit een heel heidense achtergrond. Ze waren namelijk een havenstad, daar hoef ik verder niets te zeggen, dat begrijpen jullie wat ik bedoel, hè, van al die mensen die binnenkomen en weggaan enzovoort. Ze waren zo ontzettend losbandig, dit praat ik meer uit de geschiedenis van die tijd, en dat ze zelf een spreekwoord hadden, Corinthiseren heette dat. Dat betekent ontzettende losbandigheid op alle gebieden, geld, seksueel, alles. Corinthiseren heet. Vandaar dat hij zo met hen praat hierover. Want ze komen uit die achtergrond. Hè? En dan zegt hij, want hij zegt, die twee zullen tot één vlees zijn. En dan maakt hij nou een vergelijking die ontzettend belangrijk is voor ons. Hij zegt, zie je, als jullie naar hoeren gaan, dan ben je één met hen. Maar, aan de andere kant, maar hij die zich aan de Heer hecht, is één geest met hem. Hij zegt, hecht je niet aan het vleeselijke, hecht je aan het geestelijke, hecht je aan God, dan ben je één met hem. Zie je die eenheid? Hij begint eerst, het staat in de Bijbel, zie, God is één. Man en vrouw zijn één. In het huwelijk zijn man, vrouw en Christus één. En nou praat hij en wil hij dat wij één zijn met elkaar. Maar hoe speelt dat eigenlijk een rol? Hoe wil hij dat wij dat doen? Laten we eerst kijken naar Korintiërs hoofdstuk 12. Er zijn vaak mensen die zeggen, waarom zijn er geen wonderen en tekenen in onze gemeentes enzovoort. Waarom gebeuren al die dingen niet tegenwoordig? Want we weten allemaal dat Jezus hetzelfde is, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Dus hij die wonderen heeft gedaan door Elisa, en hij heeft de wonderen gedaan door zijn zoon, door Petrus en Paulus en Johannes en al die grote mannen God. Waarom gebeurt het nou niet? Het gebeurt nog steeds. Maar op een of andere manier merk je dat het toch op een of andere manier niet zo gebeurt zoals wij dat graag zouden willen zien. En ik geloof dat een van de hoofdredenen daarvan is dat het belangrijkste is niet dat wij krijgen, maar dat wij geloven. Zalig zij die niet zien, maar toch geloven. We hebben gebeden dat toen Yvonne ging, en ze ging gewoon omdat ze zich niet goed voelde, ging ze naar de dokter en denkt van, oh ja, geef je een pilletje hiervoor, een pilletje daarvoor. Deden ze testen en toen scheen ze kanker te hebben gehad, dat ze kanker had, dat helemaal verspreid was. Maar alles wat ze konden doen is haar naar huis sturen. We hebben gebeden dat ze geneest. Vanochtend is ze genezen. Waar of niet? Ze is vrij. Ze is genezen. Ze is bij de Heer. Wat wil je nog meer? Ze is verlost het lichaam. Het lichaam beperkt ons. Het is niet meer beperkt. Kan ik je echt garanderen. Die overstappen is heel moeilijk voor haar geweest. Maar nou niet meer. 1 Korintiërs hoofdstuk 12. De Bijbel vertelt ons letterlijk hoe wij dingen moeten aanpakken. Wil je wonderen en tekenen hebben? Het ligt ook bij ons, hè? Laten we kijken. Vers 4. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is één en dezelfde Heer. Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alles werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt de geest gegeven met wijsheid te spreken en aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Aan de ene geloven door dezelfde geest en aan de andere gaven van genezing door die ene geest. Aan de een de werking van kracht en aan de andere profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten. Aan de ander allerlei tongen. En aan de weer een andere vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest. Die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Dus wat hij hier eigenlijk zegt. Hij zegt, God geeft gaven. Hij verschillende gaven. Maar als je goed merkt, zijn verscheidenheid. Hij begint niet met zijn verscheidenheid in gaven. Maar het is dezelfde geest, een verscheidenheid in bediening. Hij zegt, je hebt schaven en er zijn verschillende bedieningen. Maar hij zegt hier, vers 7, maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen.
zie je, die bediening en die gaven zijn bedoeld voor de mensen om ons heen. Voor het lichaam van Christus. Als je denkt dat het voor jezelf is, ben je op het verkeerde pad. Dus God geeft het aan het lichaam. Ja? Dus hij zegt in vers 11, doch aan dit alles werkt één en dezelfde geest. Dus het komt niet van verschillende geesten. Hij wil dat de mensen weten. Want je moet niet vergeten, hij praat tot Corinthiërs die geloven in verschillende goden. De God van die geeft je dat en de God van dat geeft je die. En je begrijpt wat ik bedoel. Dus hij wil hun laten zien, er is maar één God en hij geeft wie hij wil aan wie hij wil en hij geeft wat aan wie hij wil. Niet verschillende goden die dat doen, nee. De God van wijsheid gelooft dus hij geeft je wijsheid. De God van dit geeft je dat. Dat bedoel ik dus. Maar dat zegt, nee, komt van dezelfde God. En dan gaat hij door. En ik ga eigenlijk vers 11 lezen en dan ga ik door naar 12. Want dan hebben we weer zo'n belangrijk woord. En hij zegt, doch dit alles werkt één en dezelfde geest die je ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Want, zie je, daar is het woord. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van het lichaam, hoe vele ook één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaaf, het zij vrije. Allen zijn wij met één geest gedrenkt, want het lichaam bestaat toch niet uit één lid, maar uit vele leden. En die in de voet zou zeggen, omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor zeggen zou, omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam. Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? Enzovoort. Nu heeft God echter de leden elk in het bijzonder hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals hij dat heeft gewild. Dus iedereen heeft een bepaalde functie. Hij zegt, wees tevreden met die functie. En dan mag je iemand hebben die hier mooi komt zingen en mooi gitaar speelt, of mooi conga speelt en mooi zingt. En dan mag je iemand die alleen maar de dingen op de muziek, ik bedoel de teksten daar op de dingen zet. Ja. Is de een belangrijker dan de ander? Of heb je de ene die spreekt? Of de ene die alles naar de stoelen wegzet enzovoort? Dan kan je één ding zeggen voor God. Zijn ze allemaal precies hetzelfde. Weet je waarom? Hij legt het op hun hart om iets te doen. En ze doen het met liefde en ze doen het trouw. Denk je dat de ene persoon die de stoelen allemaal wegzet en netjes opruimt enzovoort meer krijgt dan de persoon die voorstaat en de preekt of bijbelles geeft, daar geloof ik geen snars van. Absoluut niet. Die zijn even belangrijk in het lichaam van Christus. Mijn oor is ontzettend belangrijk. En dan heb ik een stukje vlees hier binnen, heet lever. Haal je lever weg en dan heeft mijn oor problemen. Want dan hoort hij toch niet meer, want ik ben dood. Maar het is niet zo'n eervol ding als je weet wat ik bedoel. Het ziet er gewoon uit. Daarover gaat het hier. Ja. En hij zegt de delen, vers 22, die het zwakst lijken, zijn vaak meest noodzakelijk. Waar of niet? Ik kan een flinke klap tegen mijn oor krijgen, maar ik wil geen graag een klap tegen mijn hart hebben. Het is zwak, want daarover gaat deze tekst. Ja? Nou, en dan staat hij, midden vers 24, God heeft evenwel het lichaam zo vast samengesteld, dat hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Zie, ik heb mijn lichaam, ik heb alles in mijn lichaam nodig. En jullie moeten één ding begrijpen. Er is niemand hier die belangrijker is dan de andere persoon. Dat is niet mogelijk. Dat is niet waar. En ik weet dat er in vele gemeenten of vele dingen, die mensen die dat hebben, kijken op naar de personen die zingen enzovoort. Kijken op naar de mensen die in platen terechtkomen of mensen die televisie op zijn enzovoort. Dat is allemaal nonsens. En dan gaat hij door. Vers 26. Ik wil eigenlijk 24 nog lezen. 25. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Zie je, daar komt het op neer. Dat we voor elkaar zorgen. Ik heb die gave van de Heer gehad. John heeft die gave gehad. Fatma heeft die gave gehad. Mijn moeder heeft die gave gehad. Mirna heeft die gave. Enzovoort. We hebben Klaas heeft die gave. Die gaven samen vormen het lichaam van Christus. Heb ik bedoel? Ze zijn allemaal even belangrijk. Vers 26. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Waar of niet? Als ik heel flink ga rennen, mijn benen hebben bijna al het werk gedaan, maar zonder mijn hart konden ze het niet, konden mijn benen dat niet hebben gedaan. En zonder mijn oren kon ik dat startschot niet hebben gehoord. Zie je wat ik bedoel? We zijn allemaal even belangrijk. Ik weet dat ik hier door voor ga, maar ik ga ergens naartoe hiermee. Oké? Okay? Dus, en dan merk je ook, want kijk, als je hoofdpijn hebt, doet alleen dit pijn, maar je kan je niet bewegen. Ik zal je vertellen, een keer was ik aan het voetballen. Vroeger deden we dat buiten zonder schoenen, want het was gras enzovoort. Ja, het was Suriname toen ik daar woonde. En er was ik herinner me nog, was een Javaanse jongen. Hij was heel kort,
Maar hij leek zo'n beetje Jeromachtig type, was hij. En ik kwam daar zo met die bal en ik speelde nooit voetbal, maar het was gewoon voor de lol. En die bal was net voor me en hij kwam net aan, om die bal was van de tegenpartij natuurlijk. En ik schopte volle kracht tegen zijn scheenbeen. Maar wat er gebeurt is, die drie middenste tenen van mij zijn helemaal teruggebogen hiertoe. Oké, okay. Natuurlijk was het totale bloeduitstorting. En ik was vuurrood. Ik heb 3 avonden niet geslapen. Het was ontzettend veel pijn. Ja, maar het waren mijn 3 tenen. Je zou zeggen, maar dat zijn de kleinste delen van je lichaam. En, maar ik was helemaal uitgeschakeld, 3 dagen lang, van de pijn. Ik kon niet goed lopen, kon niet eten, voelde me mis. Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Maar het waren maar 3 kleine tenen. Zie je, daar gaat het om. Als 1 lid leidt, leiden we allemaal. Leidt het hele lichaam. Want ik voel echt mee met Brenda en met Boalem en Karim. Dat is de oude zoon. Ze gaan al door een hele zware tijd. Ze weten dat ze veilig is, want ze zijn allemaal geloven. Maar je moet zonder... En ze waren echt een hele hechte familie, hè. Maar goed, vers 27. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zich leden. Dus hij is aan het opbouwen. Hij is het aan het opbouwen. Hij zegt, nou, ik heb over het lichaam gehad. Ik heb het over de gaven gehad. Dus ik wil dat jullie weten. Jullie zijn 1 lichaam en jullie zijn elk onderdeel van dat lichaam. Vers 27. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen en verscheidenheid van tongen. Zie je? Hij zegt, er zijn verschillende gaven die God geeft. Zijn soms alle apostelen, zijn soms alle profeten, zijn soms alle leraars, zijn alle krachten, hebben soms allen gaven van genezing, spreken soms allen in tongen, vertolken soms allen, streef naar de hoogste gaven. Dus er zijn verschillende gaven. God geeft verschillende gaven. Sommigen roept hij om apostel te zijn. Anderen roept hij om profeet te zijn. Anderen roept hij om leraar te zijn. Ja. En daarna heeft hij mensen die kunnen genezen. Er zijn mensen die om te helpen. Er zijn mensen die om te besturen. Maar niet iedereen kan alles. En sommige mensen kunnen in tongen spreken. Hij zegt, maar niet iedereen is een profeet. Niet iedereen is een apostel. Niet iedereen is een leraar. Niet allemaal hebben alle krachten. Niet allemaal kunnen genezen door de Heilige Geest en niet allemaal spreken in tongen. En niet allemaal kunnen vertolken wat die tongen zeggen. Streef naar de hoogste gaven. En nou zegt hij iets dat ik tamelijk interessant vind. Interessant genoeg heeft hij dit gedaan. Ik heb hier een tijdje geleden over gesproken, een paar jaar geleden. Maar in het licht van wat ik verder wil zeggen, moet ik dit eerst doen om verder te kunnen gaan. Want ik wil ook praten over het spreken in tongen en die soort dingen. Wat dat eigenlijk inhoudt. Wat de plaats is binnen het lichaam van Christus. Dus hij begint hiermee en hij zegt van, we hebben allemaal verschillende gaven binnen het lichaam van Christus en het is 1 geest die dat doet. En we zijn 1 lichaam en we zijn in 1 lichaam gedrenkt. Okay? Dat 1 lichaam gedrenkt is niet dat het betekent dat we tot 1 lichaam gedrenkt, maar dat we in 1 lichaam gedrenkt zijn in de Heilige Geest, door de Heilige Geest, in het lichaam van Christus. Dat is wat drenken betekent. Okay? Dus elk van ons genomen en door de Heilige Geest in het lichaam van Christus, zullen we zeggen, ingeënt. Dat is wat hij gedaan. Dat is wat die tekst betekent. Zie je? Dus we hebben de gaven van 1 geest. We zijn door diezelfde geest ook tot 1 lichaam gemaakt. En dan praat hij nou. En dan zegt hij van streef naar de hoogste gaven. En dan zegt hij. Maar nu wijs ik je een weg die nog hoger gaat. Ja, maar je hebt het net gehad over de hoogste weg. Hij zegt streef naar de hoogste gaven. Dus dit zijn de hoogste gaven. Maar zegt hij, nou ga ik je naar een weg wijzen die nog hoger is. Maar hoe kan er een weg zijn die nog hoger dan de hoogste gaven? Zie je, en nou komt er een fout die vele mensen maken. En ik heb een keer gekeken naar YouTube, hadden ze verschillende. Ik klikte toevallig erop en toen zag ik een bruiloft van Hindoes. En op die bruiloft was mooi, want die man keek gewoon als maar een paar minuutjes en die keek ernaar. Het was echt van, je weet, ze doen dat heel uitgebreid, oosters en zo, met pracht en praal. En een van de getuigen liep naar voren. En wat denk je dat hij las? 1 Korintiërs 13. Je komt er niet omheen. Het is de mooiste tekst. Is de mooiste definitie van wat liefde is. Dus hij zegt, ik ga je wegwijzen die nog omhoog gaat. En zie je, en nou komt het eigenlijk wat ik zo belangrijk vind. Is dat we de teksten nemen. Niet waar, en we zeggen van, we kijken naar dingen apart. Maar dat is niet hoe het is. Niet waar? Maar voordat ik hier naartoe ga, wil ik nog één tekst tussenin zetten. Kijk even met mij naar Romeinen hoofdstuk 12. Zie je, want Paulus heeft 1 Korintiërs geschreven, maar hij schreef in principe hetzelfde naar de Romeinen. Hoofdstuk 12, ik lees vanaf vers 4. Want gelijk wij
in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, dank God, zijn zo wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Wij hebben nu gaven onderscheid van genade die ons gegeven is, profetie naar gelang van ons geloof. Wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie mededeelt in het eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Ik vind die tekst even heel belangrijk hier. Wie mededeelt in eenvoud. Dat is grappig. Wie mededeelt zou je zeggen, die doet mededelen, maar zeg geen eenvoud. Ja, je merkt heel veel. Hè. Iemand heeft eens gezegd, hoe minder iemand te zeggen heeft, hoe langer het duurt om het te zeggen. En dan gaat hij door. De liefde zij ongeveinsd. Wees afkeerig van het kwade. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest dient de Heere. Wees blijde in hoop, in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen. Legt u toe op gastvrijheid, zegent wie u vervolgend, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde, weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind. Wees onderling eensgezind. Niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, zo ver het van u afhangt, vrede met alle mensen. Nou, 1 Korintiërs 12 weer. Streef naar de hoogste gaven en ik wijs u een weg die nog verder omhoog gaat. En nou komt het. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ik ware schalend koper en verrinkelend cymbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Al ware het. Dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar het de liefde niet, het baatte mij niets. Liefde is langmoedig. Liefde is goede tieren. Het is niet afgunstig. Het liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde met ongerechtigen, maar zij is blijde met de waarheid. Ze bedekt alles. Zij gelooft alles. Zij hoopt alles. Alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer, maar profetieën zullen afgedaan hebben. Tongen, zij zullen verstommen. Kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen, onvolkomen is ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Ik voelde als een kind, ik overlegde als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen. Maar dan zal ik dan volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo dan, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze is liefde. Vergeten dat, belang dat alle gewilde gaven niet langer meer nodig zijn, zal de liefde nog steeds de leidende principe zijn van al wat God en zijn verloste volk, wat ze zijn en wat ze doen, dat zal het beheersen. Nou, laten we even teruggaan. We hebben het gehad over de liefde. We hebben dit gelezen. Dus hij zegt, en ik vind het tamelijk interessant, want hij hemelt al die gaven op. Hebben jullie dat gemerkt? Al die gaven, hij zegt van, dit zijn en dan zegt hij, dit zijn de gaven, dit zijn de gaven voor het lichaam van Christus, ingedrenkt in Christus. Streef naar de hoogste gaven. Maar dan ga ik je iets wijzen dat nog hoger gaat dan de hoogste gaven. En dan praat hij over liefde. Zie je? En begint hij nou, als je merkt, bijna al die geweldige gaven begint hij af te breken. Zie je dat? Hij begint ze af te breken. Hij zegt, want al waar ik een profetische gave had, maar ik had geen liefde, waren ik niets. Al kon ik dit. Al kon ik dat, ik had geen liefde. Wat deze tekst eigenlijk aan het doen was, en dat is tamelijk interessant als je goed kijkt, en sommigen van jullie zullen herinneren dat ik het voorbeeld al eerder heb aangehaald, is in een lichaam, het belangrijkste in een lichaam, is wat? Bloed. Niet je hart, niet je stof, want je hart kan perfect werken, maar als je geen bloed in hebt, werkt het niet meer. Je lever is perfect. Denk goed na, mensen die bloeden dood, maar alles in hun lichaam werkt 100%. Je hebt het bloed nodig. En weet je wat interessant is van je bloed? Je bloed gaat overal naartoe. Als ik een heel klein steentje hier maak, gaat het bloeden. Heel klein steentje, je bloedt het. Waar of niet? Waar je ook niet bent, het bloed. Dus wat voedt jouw lichaam? Bloed. Dat is het belangrijkste. Dus begrijp je wat hij hier aan het zeggen is? Hij heeft gezegd hier, we zijn een lichaam. En hij zegt, wil je dat dit lichaam, al die gaven en al die giften van de Heilige Geest, wil je echt één zijn? Zegt hij, het lichaam van Christus, in het lichaam van Christus, is wat bloed? De liefde. Dat is wat hij zegt. Zie je? Dus zolang
die liefde door de gemeente heen vloeit. Zoals het bloed, het liefde in het lichaam van Christus speelt dezelfde rol als het bloed speelt in ons lichaam. Het voedt, het sterkt, het geeft leven. En daarom zegt hij ook, je hebt geloof, je hebt liefde en je hebt hoop. En ze zijn, deze drie heb je, maar de belangrijkste hiervan is liefde. Want lang nadat wij de Heere zijn, hebben we geloof en hoop niet meer nodig. Want daar is de Heer en mijn hoop is vervuld. En maar liefde blijft eeuwig bestaan. Dus willen wij die dingen, dan moeten we ons op bepaalde dingen gaan richten. En dat is waar we ons op moeten richten. Ik heb dit dan verleden keer ook gezegd. Zoals deze rabbijn Julius Gordon heeft gezegd. Liefde is niet blind. Het ziet juist meer, niet minder. Maar juist omdat hij het meer ziet, is het bereid om minder te zien. Dat is liefde. We moeten leren om bepaalde dingen los te laten. En willen wij als lichaam groeien en sterker worden, moeten we, want je hebt een heleboel christelijke gemeenten die lijden aan bloedarmoede. Je weet toch, als je bloedarmoede hebt, voel je tamelijk ziek, waar of niet? Je voelt je letterlijk en figuurlijk ziek. Het is niet zoiets als hoge bloeddruk, waarvan je het misschien niet merkt totdat het te laat is, of hoog cholesterol, waar je merkt dat wanneer het te laat is. Maar bloedarmoede merk je direct. En in vele gemeentes is het bloedarmoede. Daarom kunnen de gemeentes niet groeien. Daarom heb je geen wonderen en tekenen in die gemeente. Want er is die liefde vloeit niet. En hoe moet die liefde vloeien? Daarvan wil ik even nog met jullie lezen. Kijk even met mij naar ten eerste. Ik zal jullie wat teksten lezen. Want het zijn allemaal één versjes. Maar jullie kunt opschrijven of ik stuur het naar jullie toe. Ik ben jullie nog wat teksten schuldig. Maar die zal ik nog deze week nog doen. Matthäus 22, vers 37 tot en met 39 zeide hij, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus die twee zijn eigenlijk één wet. En dan zegt Jezus, dan zegt Paulus hier, door de Heilige Geest in Filippenzen 4, vers 5, uw tederheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Zie je? Op het moment dat je je liefde uitstraalt aan mensen, is de Heer nabij. 1 Korintiërs 10, vers 24. Ze roept hij hen op. Niemand zoeken zijn eigen goed, maar het goede van anderen. Dat is liefde. Romeinen 12, vers 9 en 10. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en hou het goede stevig vast. Wees elkaar toegewijd in broederlijke liefde en eer de ander boven uzelf. Romeinen 12, vers 13. Deel met Gods mensen die in nood zijn. Wees gastvrij. Dat is ook een vorm van liefde. Romeinen 15 vers 7. Aanvaard elkaar precies zoals Christus u heeft aanvaard. Om zodoende God lof te brengen. Aanvaard elkaar precies zoals Christus u heeft aanvaard. Want je moet niet vergeten. We hebben allemaal onze zwakke punten, onze slechte punten enzovoort. En Jezus kijkt dwars door die punten heen. Hij verlangt ook dat wij dwars door die punten heen kijken. Zoals iemand heeft gezegd, een vriend is iemand die dwars door je heen kan zien en toch kan genieten van het uitzicht. 1 Korintiërs 12 vers 2 vers 12. Wij hebben nu niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Opdat wij zouden begrijpen wat God ons zo vrijelijk heeft gegeven. Dat heeft hij ons gegeven. Denk goed na. Een van de dingen die hij ons gegeven heeft, buiten zijn heilige geest, is elkaar. Galaten 5 vers 6. Het enige dat telt is geloof dat zich door de liefde uit. Dat zegt heel veel en zegt bijna alles. Galaten hoofdstuk 5, vers 6b, het laatste deel van vers 6. Het enige dat telt, kijk, het enige dat telt is geloof dat zich door de liefde uit. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 5. Indien er enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven zonder zelfzucht of ijdel eerbejaag, doch in ootmoedigheid achter de een de andere uitnemende dan zichzelf. En ieder let niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder let ook op dat van anderen. Laat die gezindheid, wat ik net gezegd heb, zegt Paulus, bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Hij zegt, deze gezindheid was ook in Christus Jezus. Al die dingen die ik net heb gelezen. Laat ze ook bij u zijn. En mijn laatste tekst. Colossenzen 3 vers, vanaf vers 12. Doe dan aan, als God door God uitverkoren heilige en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkander en vergeef elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doe ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan.
als de band der volmaaktheid en de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst met psalmzingen en lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam van des Heer Jezus, God de Vader, dankende door hem. Vader, ik dank u voor uw woord vanmorgen en ik bid dat u ons helpt. Niet alleen te horen, maar het ook uit te dragen en te doen. Dat u onze zonden vergeeft wanneer wij tekort zijn met anderen, wanneer we niet naar de anderen kijken, niet hoger achter dan onszelf. Maar dat wij mogen leren liefhebben. Echte ongeveinsde liefde, die alleen komt van het hart, van de God der liefde. U bent liefde. Vergeef ons onze zonden, Vader. Maar ik bid ook dat ieder die u niet kent vanmorgen, u mag leren kennen door die liefde die u aan het kruis heeft getoond. Door voor ons te sterven terwijl we nog zondaars waren. En onze plaats hebben ingenomen, zodat wij het eeuwig leven op de berg. Wij danken u, Heer, voor, Vader. Zegenen ieder van de vraag van Jezus. Naam.